Het is 10 april en voor mij liggen stapels lijstjes. In mijn computer staan er nog veel meer. Het is tijd voor een planning en een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horses en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel gewoon in het leven zelf. En vandaag ga ik een planning maken. Niet dat ik die hele planning met je ga delen hoor, wees niet bang. Maar ik wil je wel even 3 goede tips gaan geven om een planning te maken. Nou, de eerste tip is eigenlijk, maak een hele lange lijst met alles wat je moet doen. En ik zie vaak bij mensen met autisme dat dat nog wel gaat. En soms kun je daarbij hulp krijgen van iemand die je goed kent en die in gesprek met je gaat en die al die dingen opschrijft. En maak daar categorieën in. Zo heb ik hier zelf een aantal lijstjes voor me liggen. De ene is voor het bedrijf, de andere is voor wonen, de andere is voor algemeen, de andere is voor dingen kopen. En daar zet ik alle dingen op. En vervolgens ga ik er 5 dingen uitzoeken die nu het belangrijkste zijn. En die ga ik in de agenda zetten. Nou, ik zie heel vaak dat het gewoon lastig is. Waar moet je dan kiezen, vooral als er een grote puinhoop is? Nou, kies er dan 1 of vraag iemand anders je te helpen. Wat dan het meeste helpt. En zet dat ook in de agenda, maar zet dat ook realistisch. Blok dat ook realistisch. Ik werk in mijn agenda met blokken. Ik zal je even laten zien dadelijk. In die blokken kun je weer verschuiven. Ga het niet te strak achter elkaar plannen. Daar heb ik ook wel leuke voorbeelden van. Dan verlies je uiteindelijk ook het overzicht. Of als 1 dingetje dan niet lukt. Dus dit waren mijn 3 tips voor planning vandaag. 1. Maak een lange lijst. 2. Zoek daar de 5 belangrijkste dingen uit. En 3, zet die op de agenda. Zo ga je iedere week weer verder, in dit geval op maandag. Ik ga nog even door met planning. En mocht jij nou ook nog planning tips hebt, laat het even weten in de comment. Mocht je dit een leuke, leerzame video vinden, doe even duimpjes omhoog, stuur een hartje. Voor nu een hele fijne dag gewenst, tot later.